Roelie's Lighting and Decor. Anywhere, any event. Since 1989, your partner in lighting and decor. Roelie's voor de opzet van diverse tenten in verschillende modellen en formaten. De aankleding van tafels, het leggen van rode lopers, vloerbedekking, afzetpalen. Bij Roelie's Lighting and Decor bent u ook terecht voor een podium, een LED-dansvloer, kunststofvloeren, mistventilatoren, sierplanten met speciale aandacht voor de palmen, cabines en booths voor expo's en beurzen, generatoren, de opzet van trustwerken, LED-schermen, LED-stadtafels, LED-baars en LED-krukken, lampionnen, verschillende maro's, kristalzuilen, westerse lampen en kroonluchters, bruidstoelen, weddingstages, bloemdecoraties en LED-verlichting. Roelie's Lighting and Decor. Anywhere, any event. In Dierenland 20 tot 22. Telefoon 533-206, 533-681 of 88-19-15-9. Goeiedag, we zijn nu bezig met de kokosproef. Welke van de twee drankjes is gemaakt van verse, pure kokosmelk? Get your coconut water, that is good for your daughter. Coconut like a lion, make you strong like a lion. Nee, dit is het. You can cook it in a pot, you can serve it very hot. Na een lange dag voor mij een genoegen om u van harte welkom te heten bij de donderdageditie van Achter het Nieuws. We weten allemaal, de Nationale Assemblée heeft vandaag vergaderd. De eerste ronde voor wat het parlement betreft, als we praten over de politieke beschouwingen. We hebben ook daarnaast aardig wat zaken in de praktijk gezien. Zaken die te maken hebben met illegaliteit, zaken die te maken hebben met het onderwijssysteem van ons. Sweetie Suriname. We gaan behalve de binnenlandse items ook richting de Verenigde Staten, want daar blijft het vooralsnog spannend. We weten over enkele dagen hebben we de verkiezingen en dus de twee kandidaten, dat is Donald Trump en Hillary Clinton, die geven elkaar hier ruimte. Ze zijn druk bezig op weg naar de verkiezingen. De twee kandidaten, er is een verslag van gemaakt of over de situatie in Amerika gemaakt en daar gaan wij kort naar kijken. Wat doe je als je voorsprong op je tegenstander slinkt omdat het grootste schandaal uit je carrière een nieuwe wending krijgt op amper een week van verkiezingsdag? Vol zelfvertrouwen verklaren dat er niets aan de hand is. Now they apparently want to look at emails of one of my staffers and by all means they should look at them. And I am sure they will reach the same conclusion they did when they looked at my emails for the last year. There is no case here. Of je kan proberen de aandacht af te leiden door je tegenstander een schandaal aan te naaien. Volgens Clinton heeft Trump Rusland ingeschakeld om de verkiezingen te manipuleren. And with the election just 8 days away, this can't wait any longer. Donald Trump should immediately disclose all of his ties and connections to the Kremlin and its associates. Het nieuwe FBI-onderzoek naar de e-mails van Clinton doet twijfelaars van kamp veranderen. De vraag is alleen hoeveel. In belangrijke kantelstaten als Florida en Ohio maken Clinton-fans zich zorgen. How concerned are you that it could affect the election? About a scale of 1 to 10, about a 5. So that means you're somewhat worried. I'm somewhat worried, yeah. Because some of the people didn't want to vote for it before because of it. It could tip them to Trump. En in grote kantelstaten kunnen enkele honderden stemmen verschil de hele presidentsverkiezing bepalen.
Van Amerika gaan wij richting Nederland, om precies te zijn, Nederland, waar twee woorden de afgelopen dag in het nieuws zijn verschenen. Allochtoon en autochtoon. Nou, vanuit verschillende instanties is bepaald dat er andere benamingen worden gegeven aan deze twee groepen. En er wordt gesproken over een migratie, iemand met een immigratieachtergrond en een inwoner met een Nederlandse achtergrond. Of de burgerij ermee eens is, hoort u straks. Jeetje, dat is een hele moeilijke. Mede-Nederlander, hè? Geen idee, hoor. Nee, het wordt al snel een heel discriminerend woord. Ik niet echt dat ik daaruit kom. Een Nederlander met buitenlandse roots. Binnenlander, buitengrenzer. De een is een Surinamer, de ander is een Marokkaan en je hebt ook Nederlanders. Misschien geen onderscheid maken. Het is tegenwoordig allemaal eenheid, hè? Of mag je het niet zeggen omdat het een verkeerde uiting is? Nee, ik vind het belachelijk. Ik vind dat je gewoon moet, je moet het beestje bij het naam noemen. Ook stigmatiserend een beetje, hè? Dus, schrappen. Dan krijg je ook geen rottigheid meer. Ik vind het onzin. Ik wist niet eens dat het niet meer mocht. Voor mij zijn het allemaal Nederlanders, hoor, als ze zich maar aanpassen. Het is veel te moeilijk. Ze maken het veel te moeilijk en ingewikkeld. Ik ben alleen altijd bang met dit soort dingen dat er altijd weer een ander woord verzonnen wordt. De kans is groot dat we de woorden allochtoon en autochtoon nog wel blijven horen in de Tweede Kamer trouwens. Meerdere partijen vinden de nieuwe termen onzin, zoals de VVD en ook de PVV van Geert Wilders. Dus laten we gewoon het beestje bij de naam noemen. Er is helemaal niets mis mee, allochtoon en autochtoon. Iedereen weet waar je het over hebt. Je gebruikt het ook niet zomaar, want je maakt er verschillen voor kenbaar die er gewoon zijn in afkomst. Vaak ook in problematiek die specifiek aan een bepaalde groep gebonden is. Dus laten we het gewoon zo noemen. Er is helemaal niets mis mee. De meerderheid van de Kamer heeft aangegeven graag van deze woorden te schrappen. Dus dat is een feit. Als VVD hebben we dat tegengestemd. Omdat we toen ook al een non-issue vonden. En dat vinden we nog steeds eigenlijk. Dus het is, ja, een beetje een andere naam. Dat is een beetje het begrip. En daar gaan we met elkaar heel veel discussies over voeren. Voelt u zich beledigd als mensen tegen u zeggen allochtoon? Ja, ik ben niet zo snel beledigd, maar ik ken genoeg mensen in de samenleving die zich daardoor wel gekwetst voelen. Al is dat maar omdat dat begrip toch een hele negatieve tonatie heeft. En het is ook niet zeggend. En als dat anders moet, omdat je iets moet duiden, omdat dat nodig is, hoog nodig, noodzakelijk is voor het beleid. Ja, wees dan heel precies en zeg dan Marokkaanse Nederlander, Turkse Nederlander, Somalische Nederlander, Friese Nederlander. Nou, het verslag laat me doen denken aan ook de discussie hier in Suriname over Maron en over de andere naam. Het gaat om Afrikaang, Afro-Sranamang moet het zijn. Ik moet het echt opzoeken en het is ook de moeite waard voor onze nieuwsdienst om op zoek te gaan naar wat het precies moet zijn of wat de Surinamer vindt van deze situatie in Nederland. We gaan naar de prestatie van Barack Obama. Barack Obama werd de eerste Afro-Amerikaan die in 2008 zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis. Welke erfenis heeft Obama na 8 jaar van 2 presidentiële termijnen achtergelaten? We kijken eerst naar zijn binnenlands beleid. Tijdens het presidentschap van Obama is het aantal Amerikanen zonder ziektekostenverzekering historisch gedaald. Miljoenen mensen, voorheen onverzekerd, hebben voor de eerste keer toegang tot de gezondheidszorg. Maar de zogenaamde Obamacare ziektekostenprogramma zorgt nog steeds voor verdeeldheid. Vanaf het begin van zijn presidentschap werd Obama geconfronteerd met een economische crisis. De werkloosheid trof 10,3% in 2009. Het staat nu op 5%. Obama heeft de kwakkelende auto-industrie ook nieuw leven helpen inblazen. Hij won lof van economen, maar veel Amerikanen hebben de voordelen van de opleving niet ondervonden. Obama besteedde veel aandacht aan het terugdringen van vuurwapengeweld, met name massaschietpartijen, maar de maatregelen missen grotendeels effect. Op het gebied van het rassenvraagstuk beweren sommige critici dat hij meer had kunnen doen om Afro-Amerikanen te helpen, terwijl anderen geloven dat hij leiderschap heeft getoond. Op het internationaal toneel ziet zijn erfenis er gemengd uit. Nauwelijks 9 maanden in zijn eerste termijn ontdekte hij dat hij de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen.
Het kwam toen hij van plan was om de Amerikaanse troepen de strijd in te sturen in Afghanistan. Een nalatenschap die prestatie definieert, was de verzegeling van het historisch nucleaire pact met Iran, een enorme buitenlandsbeleid gok voor Obama. De Verenigde Staten samen met onze internationale partners hebben iets bereikt die door tientallen jaren van vijandheid niet bereikt kon worden. Ook kwam het herstel van de diplomatieke banden met het communistisch Cuba, waarbij een eind kwam aan meer dan 5 decennia aan vijandigheid. De Verenigde Staten hebben hun ambassade in Havana ook heropend. Het doden van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden in 2011 was zeer symbolisch. Zijn dood kwam tijdens een vuurgevecht met Amerikaanse troepen in Pakistan, die een einde bracht aan de klopjacht op het brein van de aanslagen van 11 september. Zijn terugtrekking van de troepen uit Irak in 2011 kreeg kritiek, waarbij volgens sommige tegenstanders de deur geopend werd voor de zogenaamde Islamitische Staat. En over Afghanistan vertraagde Obama zijn terugtrekking van de Amerikaanse troepen, daarbij verwijzen naar de uitdagingen op het gebied van veiligheid. De 5,5 jaar Syrische burgeroorlog bleef woeden tijdens het presidentschap van Obama. Minstens 300.000 mensen zijn nu gedood. Sommige topfunctionarissen hebben opgeroepen tot een krachtiger optreden van de Verenigde Staten. En, te midden van de interne discussies over Syrië, zijn de betrekkingen met Rusland verslechterd. Nu Obama zijn laatste tango uit het Witte Huis danst, leek hij een gemengde erfenis te zullen achterlaten. De opmerking werd ook gemaakt op de redactie dat Obama grijs geworden is. Nou, na 8 november zien we wel hoe het verder zal gaan in de Verenigde Staten. Vandaag gaan wij praten met Reinel Enfield in Achter het Nieuws. Wij praten met hem over de positieve en nadelige effecten van Facebook. Facebook, daar zitten we elke dag op. Ik soms de hele dag, omdat ik daar ook heel wat informatie uit kan halen. Wat ik heb opgemerkt de afgelopen tijd is dat er heel veel mensen ervoor kiezen om anderen te stimuleren om iets creatiefs te gaan doen. Anderen geven tips over hoe je een eigen tuin kan opzetten. Anderen geven tips hoe je met recyclemateriaal toch hele mooie producten kan vervaardigen. Vandaag gaan we praten met Reinel Enfield. Hij is een jonge activist, moet ik zeggen. En Amma Eroko Gisranang. Zijn doel is om samen met mensen van Facebook en samen met mensen uit verschillende buurten te werken aan bevordering van een aantal zaken hier in Suriname. Klopt. Hoe is het om zo te werk te gaan? Nou, goedenavond. Laat me direct zeggen, in het begin, ja, toen post ik gewoon een aantal dingen op Facebook. Soms leuke dingen, soms minder leuke dingen. Ik vond het Facebook gewoon, het was mijn wall en niemand moest daaraan komen. En ik mag posten wat ik wil. Maar naarmate je ouder wordt, mensen je wordt wijzer, dan zie je dat mensen wel aanstoot nemen aan soms dingen die je zegt. En je moet dus daarmee wel voorzichtig zijn, omdat het wel effect kan hebben op mensen. En ja, toen heb ik dus nagedacht over om iets serieuzere items te gaan posten op mijn Facebook page en op mijn profiles. Ik heb er 3 en ja, en vooral de afgelopen ontwikkelingen met betrekking tot de koers, de prijzen, heeft mijn aandacht getrokken. Krijg je veel reacties van mensen? Het verschilt. Het verschilt en ik heb zo'n beetje ieder op mijn profiel, dus mensen die echt met felle kritiek komen, je hebt mensen met opbouwend kritiek en je hebt ook gewoon mensen die zitten te beledigen of die je uitschelden. Ik heb gewoon een blok item, hè? Dus die mensen unblock ik snel omdat ik zeg van op mijn wall ga je me niet uitschelden. Toch, we mogen verschillen van mening, maar we moeten flexibel naar elkaar toe blijven en respectvol. Daartussen heb ik begrepen dat er een bepaalde iets is ontwikkeld. Want we hebben hem nog geen naam kunnen geven, of is er misschien wel een naam voor? Maar er is something ontwikkeld
waarbij het de aandacht van de media heeft getrokken de afgelopen tijd. Ja. Wat is dat ding? Klopt. Dus een aantal mensen zeiden van, iedereen heeft gestart met een burgerinitiatief. En dus toen is het die naam zo'n beetje gebleven. En ik zeg, wat bedoelen jullie precies? Ja, Reinald, kijk, je bent al een paar weken bezig. Dat van de koers, stijging, daling, met de prijzen, waarom die koers omhoog gaat. Je bent heel actief ermee bezig op Facebook. Ik zeg ja, want ik wil weten hoe mijn vrienden en de rest van de gemeenschap erover denken. En Facebook is, weet je, je hebt een touch met het volk. Uh-huh. En mensen zijn meestal niet bang op Facebook om een mening te uiten. En dus daar hoor je een aantal dingen. En uit het een kwam het, van het een kwam het ander. Uh-huh. Ik weet nog, een van die keren zei ik van, weet je wat, we moeten, misschien moeten we de prijzen gaan checken. Zijn er mensen die me willen joinen? Dus gewoon simpel. Ja, heel simpel. Ja, één vraag. Uh-huh. En de reacties waren heel goed. En toen hebben we mensen gehad uit Apura, uit Wanica, uit Nikeri. Verschillende weken. En ze gaan rijden, we willen meedoen. Oké, dus. Maar specifiek welke prijzen komt er? Het ging. Dus dat alles, dat zelf hadden we nog niet. We hadden niet, zullen het prijzen zijn voor basisgoederen? Gaan het prijzen zijn voor luxe goederen? Je weet gewoon uit basis van de gevoelens uit de samenleving ben je bezig om te praten en je gaat je nu je gaat het specialiseren om het zo te zeggen. En mensen zeiden ons van ja, maar check dat ding ook, grap informatie uit, kijk bij HI, kijk daar. En dat hebben we dus namelijk ook gedaan. We hebben nu een heel goede band met HI, met handel en industrie. En het ministerie heeft ons dus wat informatie voorzien. Maar natuurlijk, je bent niet altijd tevreden, hè? Omdat ik zeg altijd, je informatie moet nooit afhankelijk zijn van één bron. En dus toen kwamen we in contact met meneer Alene van de Consumentenkring. En we waren ook onder de indruk, om zo te zeggen. We hebben uiteindelijk vanuit dat gedeelte een hele groep opgericht, Prezen in Su, zo heet het, op Facebook. En daar hebben we proberen wat diepgang in te brengen. We hebben dus nu een hele registratielijst van mensen in de diverse weken. Eén persoon die één of twee winkels pakt, de namenregistratie hebben we, hun nummers, hun gegevens. Natuurlijk hou ik dat wel confidentieel, omdat het zijn persoonlijke gegevens van mensen. En dat hou ik dus altijd geheim. Wat zijn de taken specifiek? Wat doen jullie? Oké, we hebben dus een lijst gehad. We willen dus volgende week proberen om op basis van die basisgoederen, dat willen we dus even gaan controleren. Hoe zit het bij de diverse winkels? Wat is het verschil tussen de prijzen in Paramaribo, de districten, de randdistricten, het binnenland? Hoe zit het met de mensen die bewust zeggen van, mijn prijzen moeten omhoog, want mijn huur is omhoog gegaan, mijn brandstof is omhoog gegaan. We kunnen daarmee leven. Maar je hebt ook mensen die, waarbij je gewoon ziet dat hetzelfde product in winkel A 10 SRD kost en in een andere winkel 16 SRD. Verschillen van 4 à 5 SRD per item. En daar frons je wel, je wenkbrauwen. En je merkt het vooral ook in de weken, dus de rand van Paramaribo, waar je één of twee winkels maar hebt, dat de mensen eigenlijk, en daar ben je juist de poties met hangen, weet je, ze drukken die mensen extra, weet je, elke cent uit de zak. En dat willen we wel gaan aanpakken. Hoe gaan jullie het aanpakken? Oké, heel simpel gaan we het aanpakken wanneer we die gegevens hebben. En daarom gaan we niet à la dol rennen en bezig zijn. Nee, we zijn van plan om iets professioneler te gaan werken. We hebben namelijk ook een consumentenkring die een goede samenwerking met ons heeft. Ze hebben bepaalde expertise. Wanneer we alle informatie binnen hebben, dan op basis van jouw informatie ga je selecteren. Welk gedeelte is voor de voor consumentenkring, welk gedeelte is voor handel en industrie, welk gedeelte is voor de controledienst. En op basis daarvan dan kunnen de autoriteiten die daarvoor bevoegd zijn, die gaan afdelen. Want jij en ik zijn niet bevoegd om een winkel te gaan sluiten, snap dat je? Of om die winkelier te gaan zeggen van, hey, omu, apres vidir tumsi, omu tak suma na jou. En terecht, wie ben jij? Maar als burger heb je wel het recht om prijzen te controleren. Niemand kan jou daarvoor tegenhouden. Vanaf wanneer zijn jullie begonnen met de groep? Nou, we zijn pas een week bezig. En hoe zit het met de groei? Het groeit goed, naar tevredenheid. Natuurlijk moeten we precies kijken hoeveel mensen zijn beschikbaar waarvoor. Omdat wat we wel willen is uniformiteit. Bijvoorbeeld wanneer we zeggen van op een donderdag deze week of volgende week willen we de prijzen checken. Willen we wel op één dag
dat we al die winkels aandoen of instellingen. Waarom? Anders heb je niet het juiste beeld. Wat bedoel ik met het juiste beeld? Als de koers vandaag, laten we zeggen, 7 of 6 zoveel is, en morgen is die 7 en je hebt een groepje vandaag gecheckt, een groepje morgen gecheckt, dan heb je niet de juiste cijfers om bepaalde oordelen te kunnen treffen. Weet je, om te zeggen van, hey, die doet aan prijsopdrijving, maar wanneer je één datum hebt, dan denk ik dat het iets professioneler aan toe gaat. Als je over het algemeen kijkt, hoe het in Suriname aan toe gaat, handel in Suriname, is er sprake van prijsopdrijving of is er sprake van wij jip afvallen? Nou kijk, het verschilt. Omdat je hebt instellingen, importeurs, winkeliers, waarbij je gewoon ziet van wanneer er een verhoging is, zie je een lichte verhoging. Wanneer er een daling is, zie je een daling. Maar je hebt wel een aantal winkeliers en ondernemers waarvan je echt je wenkbrauwen frans van. Waarmee zijn deze nou bezig? Zijn ze van plan om hun samenleving te vermoorden, om het zo te zeggen? Omdat bepaalde mensen gewoon bezig zijn om het grofweg te zeggen. Wat kunnen we verwachten? Jullie zijn pas begonnen. Je zegt er moet, de groep moet groter worden met wat deskundigheid vanuit de verschillende autoriteiten. Maar We hebben ook deskundigen vanuit de samenleving. Je hebt mensen dus die kennis hebben, die zich hebben aangeboden. En kijk, deskundigheid van de autoriteit is leuk. Maar eigenlijk wil ik van de autoriteiten gewoon die informatie en dat ze optreden. We willen vooral die onafhankelijkheid erin. Dus mensen van daar buiten deskundigen die zeggen van hey, ik wil dat ding komen joinen. En dan is het zo'n beetje vrij van bepaalde invloeden. Hoe doen jullie, want tegenwoordig als jullie moeten vergaderen, ik neem ik aan, doen jullie alles op Facebook hebben, of hebben jullie ook momenten waarbij jullie bij elkaar komen? En hoe doen jullie met... Het eerste moment zijn we gewoon bij elkaar gekomen en financieel, oké, we printen niks uit. Dus iedereen doet zijn eigen ding, omdat uiteindelijk zeggen we van, kijk, het zijn wij als burgers. Wij bepalen, wat geven we uit? Hoeveel geef je uit? En je kan ook zeggen van, nee, maar dat is de taak van HI. We gaan het niet doen. Dat doet het niet. En wanneer een product 4-5 SRE duurder komt, HI gaat het niet voelen. Jij en ik voelen het in onze zak. Dan kunnen we klagen, maar we hebben gezegd, weet je, als burgers kunnen we één ding doen. En dat zie je vaak op Facebook. Een aantal mensen die steeds klagen. Maar je hebt ook een aantal mensen die zeggen van, we klagen niet te komen met oplossingsmodellen. En proactief. En daar is waar we eigenlijk vooral naartoe moeten gaan. Dat mensen leren om vooral die social media heel positief te gaan gebruiken. Omdat het heeft heel wat goede invloed. En het heeft vooral invloed op je samenleving. Voorbeeld, je hebt de radiostations, je hebt de tv-stations. TAS kan daar nog wat invloed op uitoefenen. Die social media kan je als overheid, tot op dit moment is Suriname, geen invloed op uitoefenen. Dus het is zo'n beetje een vrijgevochten boel. Nu ga je anders daar te werk moeten gaan. Je gaat mensen bewust moeten maken om veel meer te halen uit die social media in het positieve van de burger, van de samenleving. Dus geef me een voorbeeld. Laat zeggen, hoe gaat het te werk? Ik ga in een winkel, ik constateer een te hoge prijs voor een product en ik kan het dan doorgeven. Kijk, dat zou kunnen, maar we willen een stukje professionaliteit. Want we hebben niks als 10.000 mensen even ons een bericht sturen. We hebben nu een mooie groep, maar dat ze dus de groep een bericht sturen van de prijs hier is hoog, hier is het hoog. Omdat het anders veel te zwaar wordt. Maar we doen dit alles in onze vrije tijd. Dus we streven meer naar mensen die zelfs gaan checken. Bijvoorbeeld één persoon, één winkel. Waarbij je een lijst van ons krijgt. En dat die goederen dan gecheckt worden. En wanneer we dat hebben geanalyseerd, zullen we weer bij elkaar komen. Om te kijken, van gaan we nu ook naar luxe goederen? Omdat wat ik heb opgemerkt, dat een aantal luxe goederen in de districten goedkoper zijn. Gewoon simpelweg, omdat de mensen misschien hun... Daar prijzen nog niet. Kopen ze ook niet zo. Als ze hebben hun prijzen misschien dus nog niet naar boven gebracht. En als burger moet je smart kopen, zeg ik. Toch? Je moet precies gaan checken van waar, hoe, wat. Het nadeel dat we ook hebben, is wanneer je in Suriname een product koopt, heb je vaak genoeg dat de juistreekijzer brokken. Heb je een probleem? After sale. Ja, dat ding is toch al verkocht, zegt die man. Joepa, even een kaba. Klaar. En als consument moeten we het pikken? Moeten we het als burgerij pikken? Of zeg je van, nee, we moeten wel gaan afdwingen dat
we waar voor ons geld krijgen. Want we verdienen dat geld, we rapen hem niet op. Je werkt keihard voor je geld. En als je keihard voor je geld werkt, wil je wel kwaliteit terug hebben. Of dan moet die ondernemer die zeggen van kijk, dit na 3 maanden kan je hem weggooien. Weet je, 3 maanden ga je hem kunnen gebruiken. Als je langer gebruik van kan maken, heb je geluk. Dan weet ik koop het omdat ik weet dat ik 3 maanden gebruik van kan maken. Is het ook meegenomen in jullie concept het aspect van vervallen producten? Klopt. Vervallen producten gaat simultaan gebeuren wanneer we de prijzen checken. Als je de prijzen checkt, kijk je direct naar de vervallen producten. Omdat, waarom is het noodzakelijk? En dat gaan we ook op de lijst toevoegen. Soms kan je wel merken dat een product veel goedkoper is dan een ander product. Maar gewoon weg omdat zo'n product over een week vervalt. Dan is het nog niet vervallen, maar je vervalt over een week of 2 weken. En ik zeg, zet niet alleen een goedkopere prijs voor die burger, maar meld ook dat die producten over 2 weken gaan vervallen. Ja, tot dan weet je van oké, deze 2 weken zijn we nog net in een veiligheidszone om hem te kunnen gebruiken. We moeten letten op die centen, dus we kopen het wel. Maar ik kan hem niet gaan oppotten thuis, weet je. Dus dat ik hem in de kast ga zetten een maandje. Want anders zit ik met vervallen producten thuis. En die informatie ontbreekt vaak nog. We hebben nog ter afsluiting, we gaan een afronding van het gesprek. Hebben jullie ook onderzocht van hoe het komt dat we minder hebben geïmporteerd en meer hebben geëxporteerd, maar dan nog we in de problemen zijn geraakt met de visa. Klopt. Dus het is al een paar maanden zo, dus dat we in Suriname als producten die we exporteren, krijgen we een x-bedrag aan dollars en als we importeren ook een x-bedrag. En als we dus dat bekijken, zien we dus dat we meer dollars op dit moment verdienen dan we uitgeven. Dus eigenlijk zou je zeggen, er zou een overschot moeten zijn aan dollars. Maar dat heb je niet. En het kan verschillende aspecten hebben. We zijn dus op dit moment nog bezig om te voelen, omdat ik niet geen ongenuanceerde uitspraak wil doen. Mm-hmm. Weet je, we hebben onze bedenkingen. Je kan zeggen, de schuld ligt daar of de schuld ligt bij meerdere actoren. Ja. Maar het is altijd handig als je die gegevens zwart op wit hebt, als je precies weet wat er aan speelt. Bijvoorbeeld zwart op wit heb je dat op dit moment we meer dollars verdienen dan we, dus Suriname, dat we gebruiken. Dus simpele stelling, die koers moet droppen. Waarom dropt het niet? Tweede onderzoek waard. Ik hoop dat er ook nog meer, ik denk dat er meer mensen bij aansluiten om te helpen onderzoeken naar waar het probleem eigenlijk ligt. Kijk, dat is uiteindelijk de bedoeling. Dus dat we, weet je, als burgers actiever gaan worden en zeggen van, hey, we joinen dat ding. En er zijn meerdere groepen opstaan op verschillende dingen in het land te gaan checken. Want we kunnen niet alles laten voor instellingen en overheden en ondernemers, noem maar op. We moeten het even eigen ondernemen. Het is ons land, hè. Reiner, laat zeggen, als ik een bericht voor iemand stuur, dan wacht ik op een reactie, toch? Nu dat dit is gelanceerd, wanneer kunnen we daadwerkelijk zien dat er ergens een verandering komt? Kijk, een verandering, in welke zin? Omdat niet elke verandering een verbetering is. Jullie gaan op zoek naar winkeliers die het te mond maken. We gaan niet op zoek naar winkeliers die het te mond maken. We gaan gewoon over het algemeen willen we alle winkeliers die er zijn, of alle winkels, willen wij dus gaan controleren. Ja. Wanneer we dus dat hebben, komt die informatie bij elkaar. En die informatie wordt verwerkt. Ja. En wat verwerkt is, gaan we natuurlijk weer posten op Facebook. Natuurlijk willen we wel rekening houden, omdat we geen enkele onderneming willen schaden. Toch? Natuurlijk, wanneer we die informatie geven aan HI of aan de consumentenkring, die hebben hun manier hoe ze dat aanpakken. Maar wanneer we zien dat het echt niet werkt en je hebt echt van die malafide winkels, we gaan aan een winkel hier, je verkoopt alleen vervallen producten elke keer. Elke keer doe je een prijsopdrijving. En als die persoon niet wil luisteren, uiteindelijk komt het ook op Facebook. Dat is wel een Facebook heeft een positieve kant en een minder positieve kant. Nou, het blijft vooralsnog heel luchtig, dit gesprek. Dank u wel en veel. Ja, man. En ik kijk naar uit, hoor. Want ik ben ook op Facebook, dus alle ontwikkelingen me volgen wel. Je stuurt me gewoon een bericht. Al reageer ik niet direct, soms reageer ik pas na een dag, omdat ik veel berichten heb. Ik heb mensen die me ook helpen om mijn berichten te beantwoorden, maar soms is het echt een beetje hectisch. Maar belangrijk, je bericht wordt beantwoord.
Belangrijk is dat ook in Achter het Nieuws wij dit blijven volgen. En ik denk dat wij na 2 weken weer terugkomen op dit onderwerp, waarbij we willen weten wat het resultaat eigenlijk is van de onderzoekingen en ook nog de actie vanuit het burgerinitiatief. Ik wil u nogmaals bedanken voor deze avond en graag tot de volgende aflevering van Achter het Nieuws. Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak. Roelies Lighting and Decor. Anywhere, any event. Sinds 1989, your partner in lighting and decor. Roelies voor de opzet van diverse tenten in verschillende modellen en formaten. De aankleding van tafels, het leggen van rode lopers, vloerbedekking, afzetpalen. Bij Roelies Lighting and Decor bent u ook terecht voor een podium, een LED-dansvloer, kunststofvloeren, mistventilatoren, sierplanten met speciale aandacht voor de palmen, cabines en booths voor expo's en beurzen, generatoren, de opzet van trustwerken, LED-schermen, LED-stadtafels, LED-baars en LED-krukken, lampionnen, verschillende maro's, kristalzuilen, westerse lampen en kroonluchters, bruidstoelen, weddingstages, bloemdecoraties en LED-verlichting. Roelies Lighting and Decor. Anywhere, any event. In Dierenland 20 tot 22. Telefoon 533-206, 533-681.